Hoi, dit is Colette van Intuïtief Inzicht. Ik ga de aprilreading doen voor de Waterman. Nou, voor de nieuwe kijkers, tijd is vloeibaar. Kijk wat resoneert en het kan altijd gebeuren. Wij hangen er een tijdsaanduiding aan, maar we zitten niet allemaal op dezelfde tijdlijn. Ik ben heel benieuwd. Druk de like-button in. Oeh, er valt er al een. Als je dat wil en abonneer je vooral, dan zie je elke keer weer dat er een nieuwe reading is. Wat is er voor de Waterman voor de komende periode? Ik ben benieuwd. Waterman, wat is er voor jullie? Kijk eens, hij valt al. Hij valt al. Deze moet eruit. Ik wil er nog eentje. Kijk, hij geeft het al aan. Oh, a dark woman. Althans, een vrouw met donker haar of een vrouw met een donkere huidstint komt in je leven. Misschien is ze er al. Misschien komt ze binnenkort op je pad. Iemand die van betekenis is. Iemand die een rol gaat spelen. Onthoud het maar. Groot geluk. Er ligt groot geluk. Oh, wat ben ik daar blij om. En broom. A new home. A new attitude. Ja, er is hier iemand die lekker gaat schoonmaken. Opruimen, schoonmaken. En het kan zijn dat je van je huidige huis een nieuw huis gaat maken. Dat je werkelijk de verf op de muur gaat gooien. Dat je op gaat ruimen, weg gaat gooien, misschien nieuwe meubeltjes. Maar het kan ook zijn dat er een nieuw huis op je pad komt. Of dat je net een huis hebt gekocht. Wauw. A meeting with a stranger could be important. Dat is deze vrouw. Dit is ongelooflijk. Ik heb het gevoel dat het iemand is die gelijkgestemd is. Deze kaart, shared values. Er is hier iemand die een rol gaat spelen. Misschien iemand die je op je weg tegenkomt. En het kan overal zijn. Het kan overal zijn. Een vrouw met donker haar of een donkere huidstint. Ik ben heel benieuwd. Er gaat hier iemand opruimen, wegvegen, afstrepen. Er komt geluk op je pad. Er komt absoluut geluk op je pad. Wat is er voor de Waterman? Wat is er voor de Waterman? Wat duik je op? Wat duik je op, Waterman? Blijft er iets aan de strijkstok hangen, wou ik bijna zeggen. Kijk eens, 2 kan ze niet negeren. Aha, ben je misschien 44? Woon je op een huisnummer met een 4? Er komt een boodschap naar je toe. Er is hier iets met die vrouw. Er is hier iets met die vrouw. En het kan zijn dat diegene al bekend is bij je, maar dat diegene een meer in beeld komt. Er komt een boodschap naar je toe. Ja, een boodschap die ook dingen verandert. Kijk eens. A secret admirer, dus iemand die jou bewondert. En deze kaart lijkt altijd op een romantisch iemand, hè? Het in de liefde. Dat kan, maar het kan ook iemand zijn die jou op afstand bewondert of iemand die jou ergens heeft gezien. Het kan ook deze donkerharige vrouw zijn. Ja, ik vind dit toch wel heel bijzonder wat hier ligt. Je wordt beschermd. Je bent aan het opruimen. Je gaat, ik zie letterlijk vegen, vegen, wegvegen, wegvegen. Er is hier iets met opruimen, opnieuw beginnen. Ja, ik wou bijna zeggen de zweep erover, maar dat is het niet. Er is iets wat
Ja, het kan zelfs zijn dat de wind er doorheen gaat. De wind. En een stille bewonderaar. Ik ben benieuwd of diegene zich kenbaar maakt. Man of vrouw? Dit zijn er veel te veel. Die gaan terug. Ik heb heel erg het gevoel dat iemand is gezien ergens. Misschien heb je ergens opgetreden. Heb je ergens iets gedaan met een groep waardoor je bent opgevallen. En dat iemand jou daaruit pikt en meer van je wil weten. Misschien iets interessants, iets wat je kan verder brengen. Deze moet eruit en ik wil er nog eentje. Kijk eens, winter. Ik voel wel kou. Ik voel kou. En we hebben de kou eigenlijk een beetje achter ons gelaten. Maar het is nog niet helemaal weg. Er is een overgangssituatie. Er is een overgangssituatie van rommel en rommeligheid, warrigheid, kou. En je gaat naar lente, letterlijk. Je gaat naar lente. Het wordt allemaal duidelijker. En wat er duidelijk wordt, weet ik niet. Er gaat iets gebeuren met duidelijker worden. Je veegt iets ouds weg. Je veegt rommel weg. Het geharrewar, er is geharrewar. Iemand wil geen commitment aangaan. Er is hier een waterman die te maken heeft met iemand die geen commitment aan wil gaan. En het kan heel goed zijn dat dat al een tijdje duurt en dat je daar klaar mee bent. Dat je iets geprobeerd hebt. Je hebt geprobeerd om iets te voor elkaar te kleien, voor elkaar te krijgen. Iemand te overtuigen van iets. Iemand, ja, voor je te winnen. Dat is wat ik hier proef. Iemand wil geen commitment aangaan. Klaar ermee. Wat zei ik? Wegvegen, wegpoetsen. De wind erdoor. Het lijkt wel alsof je ergens klaar mee bent. En letterlijk in deze komende periode de lente je huis in wil laten komen. Ik voel een wind. Ik voel zo'n tornado van een schoonmaakmiddel. We kennen die reclames wel. Dan zie je zo'n tornado door je huis gaan. Alsof je daar iets weg wil poetsen. Een ander doet het misschien met salie. Maar je wil ergens, je wil iets kwijt uit dat huis. Je wil iets kwijt uit dat huis. Het komt wat warrig over, maar dit is wat ik voel. De kou moet uit het huis. Misschien een ziel die uit het huis moet. Iets wat niet werkt. Iets wat niet het aangaat. Iets wat gewoon niet. Het is er niet. Het wordt niet wat. En wat het dan ook is. Een commitment. Een commitment. Er is geen commitment. Een commitment. He, ik val over het woord. Betrokkenheid. Je mist betrokkenheid. Ben je 63? Of misschien 36? Je mist betrokkenheid. Dat heeft te maken met het commitment. Het lijkt wel alsof er hier een waterman is die ongelooflijk veel tijd heeft geïnvesteerd om iemand aan zich te binden. En dat klinkt een beetje afhankelijk, zo bedoel ik het niet. Maar alsof je zo graag met iemand iets wil en het lukt niet, want diegene wil het niet. Ben jij die stille bewonderaar? Ben jij diegene die misschien al heel lang naar iemand kijkt, iemand in de gaten houdt, iemand op social media volgt? En dat je misschien toch jezelf kenbaar bent gaan maken. En dat het niet lukt. Dat die ander het niet wil. Het is een beetje. Het hangt een beetje in de mist. Het hangt in de mist. Een waterman die ergens genoeg van heeft. Het lijkt wel alsof je iets hebt opgedoken. Tussen aanhalingstekens. En het werkt niet. Het blijft niet aan de hengel hangen. Iemand die geen commitment wil. Ik ga kijken wat het boekje erover zegt.
Betrokkenheid. Wat is die betrokkenheid? Ik heb zelf heel sterk het gevoel dat je iets... Kijk, hier heb je ook weer die handen. Ik moet het even laten zien. Kijk, hier heb je de handen, de betrokkenheid, de verbinding zoeken. En hier ook. En op een of andere manier hunker je daarnaar. Maar die ander wil het niet. Iemand die zijn hand terugtrekt en wel wil geven, maar voor hele korte duur. Voor hele korte duur. Wat is dit? Waterman, laat het me weten. We gaan kijken. Echte betrokkenheid is een verantwoordelijkheid die vanuit je hart, geest, lichaam en ziel komt. Het is tijd om verbindingen aan te gaan. Dit is precies... Oh, het is weer ongelooflijk. Dit is precies wat ik net zei. Je wil die verbinding aangaan. Je wil zo graag je hand uitsteken. Je wil zo graag uitreiken. Maar de ander die pakt hem niet helemaal. Niet met overgave. Dat is wat ik hier zie. En je wil het wegvegen. Je wil het vergeten. Je hebt lang genoeg geprobeerd. Het is ongelooflijk wat hier ligt. Geen commitment. Nee. En daarom, er is geen overgave. Dit is wat hier ligt. Ik ga lezen. Samenwerkingen die je op dit moment aangaat zijn harmonieus en sterk. Deze kaart geeft ook de natuurlijke ontwikkeling aan van een relatie. Vanaf het begin tot letterlijk of figuurlijk een huwelijk. Op een bepaalde manier is er tenminste een belofte van vervulling. Maar je mag bewust kijken waarbij je betrokken wilt zijn. Wees helder over de mate waarin je je erin wilt mengen en tot op welke hoogte je verantwoordelijkheid hierin gaat. Dit slaat op die ander, maar het kan ook een vice versa verhaal zijn. Iemand waaraan jij je niet wil committen. Het is zo bijzonder dat deze kaart eruit komt naast deze. Het zegt hetzelfde. En deze kaart... Je houdt iemands hand vast, maar het is niet voor lange duur. Is dat misschien deze vrouw? Ben jij deze vrouw? Anderen zijn op dit moment meer bereid om te gaan samenwerken. Denk eraan dat je samenwerking met spirit en de hoogste versie van je eigen zelf, het hoogste zelf in een ander wakker maakt. Omgekeerd betekent deze kaart dat je misschien plotseling bij iets wordt betrokken. Of je gaat een overeenkomst aan waar je later spijt van krijgt. Dit is niet het juiste moment om overeenkomsten te ondertekenen of welke keuze dan ook te maken, waardoor je voor een lange tijd gebonden bent. Als je een relatie hebt, krijg je misschien niet de aandacht die je graag wilt. Wanhoop niet, want er staat je iets veel beters te wachten. Het is nu ook de tijd om overeenkomsten te verbreken. Denk aan de uitdrukking, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Wat nu pijn doet, zorgt later voor wijsheid. Wauw. Je eigen wijsheid. De uil in jou. Ongelooflijk dit. Ik vind het echt heel bijzonder. Het is kennelijk de waterman zelf die geen verbinding aan wil gaan. Maar kijk wat resoneert, want het kan die ander zijn waarmee je te maken hebt. Of iemand die heel erg in jouw energie zit. Een kind... Een ouder, een dierbare collega. Er is iemand die het niet wil. Iemand trekt terug en de ander die probeert uit te reiken. Twee mensen die elkaar eigenlijk niet bereiken. Ik wil een wijsheid van de orakelkaart. Ik vind het een hele bijzondere legging. Er is kou. Er is een overgangssituatie en dat klopt ook. Dat klopt, er is ook een overgang van de winter naar de lente. Er komt een boodschap. Ik zie een tornado. Ik zie een tornado door je huis. Je wilt eigenlijk alles wegblazen. Alles wegblazen. Je pogingen, maar ook de stof uit je huis. Yang, het is niet te geloven. Ik krijg kippenvel. Weer twee handen. Wat is er met die handen? Waterman, wat is er met die handen? Het is niet normaal. Kijk eens.
Twee handen, twee handen, twee handen. Wat is er met je handen? Kijk eens naar je handen. Als je deze reading luistert, wat is er met jouw handen? Is er iets te zien? Heb je een sneetje in je handen? Heb je een wondje aan je nagels? Heb je in de aarde gevroet? Ik weet niet waarom ik het zeg. Alles wat er uit mijn mond komt, hoort bij de reading. Maar er is hier iets met handen. Je bent zo aan het vragen. Je bent aan het vragen, je bent aan het uitreiken. Van neem mijn handen, neem me mee. Kom met mij in verbinding. Maar de ander wil het niet. Wie is diegene? Of ben jij het? Ik ga het boekje voorlezen. Ja, het lijkt wel twee handen op één buik. Maar met wie? Met wie? Met jezelf. De ander wil het niet. De ander wil het niet. Je gaat een andere houding aannemen. Je gaat schoon schip maken. Je bent er klaar mee. Je bent er klaar mee. Je hebt zo lang je handen uitgestoken. Je bent er klaar mee. En hier ook, hè, weer. Weer een hand. Er is hier iets met handen. En ik vraag me werkelijk af wat hier de betekenis van is. Naast wat ik allemaal al noem. Ja. Het kan ook zijn dat er hier watermannen zijn die ongelooflijk naar hulp verlangen, hunkeren van help mij, assisteer mij, ik wil het leven vieren, maar ik weet niet hoe. Hoe krijg ik de kou weg? Ik ga kijken. Yang, het mannelijke principe van beweging en creatieve activiteit, de kracht om iets te laten gebeuren, actie ondernemen. De boodschap van het orakel is, Yang geeft de kracht van actie weer. De energie die de wereld vooruit stuwt en een concrete vorm geeft aan gedachte en wens. Het is nu het juiste moment om te gaan handelen. Heb je het weer? Weer die hand. Handelen. Want je hebt de drang om vooruit te komen. Kijk, je wil zo graag, je wil zo graag. Geef mij je hand, je wil zo graag. Wat je wilt zal in vervulling gaan als je maar met vertrouwen verder gaat. Deze kaart betekent nieuw leven en is een duidelijk teken dat obstakels zijn overwonnen. Er is geen reden om te aarzelen. Jij geeft nu vorm aan je bestemming. Dat klopt. Het huis, er komt een tornado doorheen. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Weg met de oude rotzooi, weg met de oude gedachtes. Het is ook een mentale opruiming. Mentale schoonmaak. Boodschap voor de relatie. De omstandigheden ondersteunen de actie die je neemt. Het is oké om de eerste stap te zetten. Vertrouw erop dat je snel zult begrijpen waar je staat. Voor zaken die betrekking hebben op het hart. Er zit beweging in op weg naar het hoogste goed. Dus ga met zelfvertrouwen verder. Er zit passie in de lucht. Van kou naar lente. En nu is het tijd om op de muziek van de liefde te dansen. Neem de leiding. De boodschap voor bescherming. Wees voorzichtig met de neiging om impulsief actie te ondernemen. Pas op voor te veel zelfvertrouwen en agressief gedrag. Bezint eer je begint, zodat je niet in een situatie belandt die ongemakkelijke consequenties met zich meebrengt. Wees er zeker van dat je echt wilt wat je najaagt. Want je kunt er spijt van krijgen als het zover is. Deze kaart wil je niet bang maken, want in het leven gaat het om het leren van lessen. Wees gematigd, diplomatiek en denk goed na voordat je iets doet. Het is ongelooflijk. Ik denk niet dat jij, waterman die dit luistert, dat je bang bent om een stap te ver te gaan. Want je bent juist bezig om terug te gaan naar jezelf. En die hand even niet uit te reiken. Leg die handen maar eens op je buik. En voel wat er in jou gebeurt. In plaats van dat je wil voelen hoe die ander voelt met handen. Er zijn hier ook watermannen die willen heel graag hand in hand zitten met iemand. Met iemand, wie dat dan ook is. Is dat die donkerharige vrouw? Heb je iemand op het oog? Ik vind het zo ongelooflijk. Ik ga even kijken
wat ik hier nog meer over kan zeggen, want ik val zo in herhaling. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Kijk naar je handen. Er is iets met je handen. Heb je het gevoel dat je met je handen in het haar zit? Dat je heel vaak naar je hoofd grijpt? Of dat je heel vaak inderdaad uitreikt? Dat je met je handen praat? Dat je met je handen lacht en huilt? Er is hier een waterman die dat doet. Ik voel het. Je bent met je handen bezig. Misschien heb je wel een manicure bedrijf. En help je mensen met handen. Lak je nagels. Er is hier zo duidelijk iemand die iets met handen aan het doen is. Iets met handen heeft. Maar ook dingen uit handen geeft. Je geeft het weg met een tornado door het huis. Ik kan het niet mooier zeggen, ook al is het krom Nederlands. Nou, lieve waterman. Succes!